Flanders Business School zit in twee 19e-eeuwse panden die in 1852 als school gebouwd werden door de Jezuïeten. Later vestigden de Zusters van Liefde er de Hogere Handelsschool voor juffrouwen. Het gelijkvloers in de Katelijnenvest was tot voor de renovatie een winkel voor kantoormachines. Nu is er een gloednieuwe bar en daarnaast de gerestaureerde feestzaal met een bijzonder futuristisch aandoende toevoeging. Hier hebben we aan het auditorium van Flanders Business School, informeel durven we dit wel eens het ei noemen. Het is eigenlijk een onafhankelijk element die hier binnengebracht is en die theoretisch ook volledig terug kan verwijderd worden zonder dat er eigenlijk schade is aan de zaal. Op het moment dat we de deuren sluiten, zitten we toch in een volledig afgesloten wereld. En dat geeft de gelegenheid om zeer diepgaand te discussiëren. Bij de hele verbouwing werden moderne kantoor- en vergaderruimtes duidelijk afgebakend van het historische gebouw. Er werd eigenlijk gevraagd om de bestaande panden eigenlijk intact te laten en zoveel mogelijk historische elementen te bewaren. Onder andere het plafond achter mij, die verstopt zat achter een vals plafond. Vanuit de zwevende kantoorruimtes heb je zicht op de Sint-Ignatiuskapel. Heden en verleden ontmoeten elkaar in Flanders Business School. Op langs de ene kant de grandeur en de uitstraling van een laat 19e-eeuws gebouw, met langs de binnenkant toch zeer moderne architectuur. Elk van onze lokalen is geconcipieerd als een aparte wereld. Hè. Dus als we de deuren sluiten, dan hebben we eigenlijk ideale lokalen voor vergaderingen, voor discussies, voor groepswerken. En misschien gebeurt al dat werk binnenkort wel in het schoonste gebouw van Antwerpen.